Goedemorgen allemaal, welkom terug op mijn kanaal, twee senioren op reis, rondje Marokko. We zitten op de boot van Marokko naar Barcelona. Er zijn heel veel mensen die hebben geen cabine. Allemaal eigen meegenomen eten. Ik snap niet trouwens dat de mensen het verschrikkelijk koud hebben, want ik vind het bizar koud hier in het gebouw. De airco draait volop terwijl het nog niet echt warm is. Nou, dit is het gedeelte waar mensen verblijven. Je ziet dat er heel veel op stoelen liggen. De families parkeren op de grond. Ja. Wordt massaal geslapen terwijl het 3 uur 's middags is en blijkbaar lukt dat. We gaan even naar buiten. Nou, het is hier een stuk aangenamer en een stuk warmer. Het is best wel druk hier op het water. Twee containerschepen en een coaster. Prachtig weer, het is vlak. De boot beweegt in het geheel niet. Dus al met al een hele mooie tocht. Zo, we zijn aangekomen in Barcelona. We hebben een prachtig mooie overtocht gehad. Ik heb er een jong Duits stel ontmoet met een camper die ook een hele periode door Marokko hebben getrokken. En we hebben een paar keer gezamenlijk gegeten en dat was reuze gezellig en leuke avontuurlijke types. Hier nog even een fotootje van ze. Verlaten van de boot heb ik helaas niet kunnen filmen, maar dat ging verder prima. Vervelend eindje bij de vlak voor de douane. Daar was het zo ontzettend glad. Er was een geverfd wegdek met een heel dun filmpje olie erop. Dat ik met 10 km per uur ben onderuit gegaan. Ik ben zelf niet gevallen, want ik kon gewoon blijven staan. En ik kon de motor niet meer houden, dus die heb ik heel voorzichtig neergelegd. Een Marokkaans echtpaar achter mij die is uitgestapt en die heeft geholpen om de motor weer recht op te zetten. Nou, toch gingen we weer verder. Dit gele gebouw daar is het appartement 284. Geen idee op welke verdieping, dat moet ik nog even uitzoeken. En ik moet bij een bar een sleutel halen, dus dat moet ik ook nog even bekijken. Het is gebruikelijk. Het is gebruikelijk dat je hier de stoepen breder dan 6 meter haaks op de weg mag parkeren. Nou, dat doe ik maar even bij deze. En dan ga ik daar, want aan die kant is volgens mij een barretje. Ja, dat zullen ze niet leuk vinden als je daar je motor bij de stoep parkeert. Nou, dat is de zichtbare schade van de val, maar ik denk dat ik dat zo wel weer recht duw. Zo, we zijn binnen. Ze heeft iets gezegd over welke kamer ik mag gebruiken, maar ik sleep het even hierheen. Ik zie hier een tafeltje. Ik dacht dat ik het hele appartement had, maar dat heb ik misschien ook wel. En dat dit de slaapkamer is. Maar daar heeft ze over geappt, dus dan ga ik maar eens even bestuderen. Ze had het over de airconditioner die hier staat met een gat door het raam. Zal ik niet aankomen. Dat is de deur. En dit is het trappenhuis.
Zo, ik ga de deur uit. Ik ga een avondwandelingetje maken. En nou, mijn kaart staat er nog gewoon. Er staan wel heel veel mensen bij, maar die hebben niet echt de aandacht ervoor, dus dat gaat wel goed. Ik weet niet wat hier gaande is. Ik heb me ook super goed voorbereid op deze rit. Niet echt. Maar er gebeurt hier iets niet. Ik ga eens even mijn telefoon erbij pakken, want ik moet toch langzamerhand wel even weten waar ik eigenlijk loop hier. Ja, dat grote ronde gebouw daarvoor, dat lijkt verdomd veel op een winkelcentrum. Daar ben ik intussen wel achter. Dit is de universiteit, geloof ik, met daarachter allemaal mooie fonteinen. Daar gaan we even kijken. Wat ik in Nederland nog niet zoveel gezien heb, is een roltrap. Gewoon om een weg over te steken. Een wandelbrug. Wel heel mooi geregeld. Nou, dit zijn de magische fonteinen. Alleen die doen het niet. Nou, dan weten we dat ook weer. Dat is het zoveelste sportgroepje wat ik hier tegenkom. De Barcelonianen, of de Catalanen, net hoe je het vertaalt, houden schijnbaar van sport. Tijdens mijn avondelijke wandeling, waarbij ik een klein broodje gekocht heb, ben ik nu toch op de Rambla aangekomen. La Rambla. Ja, hier moet je gezien worden en gezien zijn. Dat is daar het einde, dus ik ben niet helemaal op het begin, maar ja, 200 meter, die geloven we. En we gaan de 1200 meter, in dit geval dus 1000 meter, ga ik aflopen. Ik ben hier jaren, maar dat is ook echt al heel lang geleden. Ik praat over denk ik 15, 20 jaar geleden met mijn dochter geweest. Dat was heel erg leuk. Dat weet ik nog wel. Maar goed, we waren niet 's avonds op de Rambla. Ja, zo langzamerhand moet de camera op indoor stand. Goedemorgen allemaal. Zoals we gisteren al hadden bedacht, ik ben aangekomen in Barcelona. Ik heb gistermiddag nog wat uitgerust en een beetje geëdit. Gisteravond een rondje, nou ja, goed, daar hebben we de beelden van op de Ramblas gelopen. Nou, dat was voor mij niet alles. Het is intussen 12 uur. Ik heb ben wat aan het editen geweest en ik ga nu mijn telefoon niet vergeten. Ik ga een beetje ronddraaien op de motor. Dan kan daar zeker een familie aan bezoeken. Ik heb voor het eerst deze rit de camera op de helm gezet met een knijper, een bevelde knijper. Ik ga eens ervaring opdoen wat dat betekent. Even met de helm naar beneden kijken. Ik durf zelf niet te kijken. Even de camera testen. Ik kan absoluut niet zien wat er in beeld is. Ik zie wel dat ik mijn hoofd vrij hoog moet houden.
even wennen aan de camera. Om ook een beetje stil te houden. Oké. Ja, de eerste bezienswaardigheid vandaag. Ik weet niet precies hoe je moet lopen. Hier staan mensen, dus dat zal dan wel. Dus we zitten redelijk bovenop een berg, op een heuvel. Het is toch al even geleden dat ik een mondkapje op had. Dat lijkt hier Rotterdam wel. Met de brug over alle daken. Net waren we daarboven op die beuvel. Ik heb nog nooit een altaartje van Jezus gezien, werkelijk alle heiligen, maar nog nooit van Jezus. Dit is by far de duurste kathedraal die ik ooit heb meegemaakt. Het is tevens ver uit de lelijkste kathedraal die ik ooit heb bezocht. Ik kan hier helemaal niet stoppen. Dat is van Gaudi. Ik weet ook helemaal niet meer waar ik heen moet nu. Want het is één grote chaos. Nou, dat lijkt toch nog één doel bereikt te gaan worden. En
dat is hier links voor. De Sagra Familia. Nou, dan moet je hier ergens zien dat ik een... Hier is geen parkeerplaats voor de motor. Ja, Gaudus meesterwerk. Eens kijken hoe ver we erin kunnen. Nou, wat mij betreft een stevige tegenvaller. Vanavond om 7 uur pas. Ik kan een eerste kaartje. De app werkt amper. Dus dat werkt ook niet zo goed. Dus ik ga mijn programma afmaken. En dat betekent dat ik morgenochtend terugkom om hier de Sagra Familia te bezoeken. Ja, als je hier toch bent. Ik ben hier dus 15 jaar geleden geweest. Toen was het fenomenaal. En toen was eigenlijk de centrale, de kathedraal van binnen was nog gewoon open. Nou, het is nu echt helemaal dicht en de torens zijn klaar. Dus ik wil wel daar op bezoek gaan. Maar ja, ik ga nu niet tot 7 uur wachten hier. Dat is 5 uur verder. En dan ga ik morgenochtend. We zijn voor de Sagra Familia, staan we in de rij. Dat is bizar. Eén groot beeldhouwwerk tot boven toe. Een beetje in de rij hier. De basiliek is gebouwd met een geboorte tot een passietijd. Dus het hele leven wordt door de kerk heen, door de hele basiliek heen verwoord. Als straks het gebouw klaar is, zullen er in totaal 18 torens zijn. 18 torens in totaal. Extra zullen benaderen. De centrale toren wordt met 172,5 meter de hoogste van allemaal. 172 meter is de hoogste toren. Alle evangelisten hebben, de volgelingen van Jezus hebben allemaal een eigen toren. En Jezus heeft eigen toren, de Maagd Maria heeft een eigen toren. En dan 4 torens ter verheerlijking die om de toren van Jezus heen staan. Jezus met Maria en Jozef, boven de engelen, 3 wijzen, de herders. Jezus hier erboven. De basiliek heeft 5 beuken, 1 centrale beuk en nog eens 2 aan elke zijde. Die zijn gebouwd volgens vaste verhoudingen. De afstand tussen de zuilen van de 2 zijbeuken is bijvoorbeeld 7,5 meter. Als we dit getal vermenigvuldigen met 2, krijgen we de breedte.
breedte van de middenbeuk, 15 meter. En als we dit laatste getal vermenigvuldigen met 2, komt het resulterende getal overeen met de hoogte van de zijbeuken, 30 meter. De hoogte van de middenbeuk is 45 meter, wederom een veelvoud van 7,5. Ziet u dit ook? De crypte, een klein beetje diep, is echt heel erg diep, het gat. Ik zie daar geen bezoekers. Dus ik denk dat dat niet voor het publiek toegankelijk is. Net zoals in een echt bos vinden we hier ook bomen van verschillende soorten. Let op alle kleurschakeringen, de verschillende diktes en de texturen van de zuilen. Ze zijn gemaakt uit verschillende materialen, afhankelijk van het gewicht dat ze moeten dragen. De vier zuilen onder de viering, met een meer rood aandoende kleur, zijn zoals eerder gezegd gebouwd van porfier en zullen de hoogste en zwaarste toren moeten gaan dragen. De toren van Jezus Christus. De meer donkergrijs gekleurde zuilen zijn van basalt, de lichtgrijze van graniet en die van de zijbeuken van zandsteen. Gaudí wijdde een groot deel van zijn leven aan de bouw van de Sagrada Familia. De laatste maanden voor zijn dood had hij zelfs in het gebouw gewoond. Hij was zich er hoe dan ook van bewust dat hij zelf de voltooiing van de bouw niet zou meemaken. Daarom heeft hij modellen en tekeningen nagelaten, zodat zijn opvolgers zouden weten wat de bedoeling was. Motor- en scooterveld aangekomen. De parkeerplaats hier. Er zijn er genoeg. Even kijken dat ik een plekje kan vinden. Er is achterin ruimte genoeg. Ja, en zo parkeer je je motor op een grote parkeerplaats in Spanje. En zo ben je 3 maanden later in Nederland. Nou, wat is er gebeurd? Ik heb mijn motor in Spanje achtergelaten op die grote parkeerplaats. En ik ben hals over kop naar Nederland gekomen voor een uitvaart. Ik heb daarna besloten in Nederland te blijven. De kaas staat opgeslagen in een hal bij een caravanbedrijf. Dus die staat daar veilig tot begin volgend jaar. Dan ga ik hem weer ophalen. En dan gaan we vanuit daaruit een nieuw avontuur beginnen. Ik heb dat al een en ander aan voorbereidingen gedaan. En het wordt zeker weer zo'n mooi seizoen als dit keer. Het was allemaal een beetje onverwacht. En voor mij zeker ook. En ik had nog een hele mooie rit door de Pyreneeën. De Dordogne en Normandië op het programma staan. Maar het is even niet anders. Hier eindigt de reis nu. En ik hoop jullie allemaal weer te zien in het volgende seizoen. Want dan gaan we echt hele leuke dingen weer doen.
Als je deze aflevering leuk vindt, doe je even een duimpje op. En als je op het belletje klikt, krijg je een notificatie als we weer beginnen. Ik verwacht dat de eerste afleveringen weer ergens rond mei komen. En ik hoop je dan weer te zien. Wat een vlakte.